Koffietoeskend. Het is niet zo heel erg wijd. Koffietoeskend. Nee, je krijgt echt geen spijt. Koffietoeskend. Koffietoeskend. Is de taal. Oh, gezellig, kom binnen. Heb je het kou? Kom maar gauw naar binnen, dan mag het wel weer. Want koffietoeskend. Daar zijn we weer, hartstikke gezellig dat jullie er thuis ook allemaal weer bent. En tante Annie, ik heb nog zo gezet, niet meer op benen over elkaar. Dus je kunt beter een beetje achteruit gaan hangen. Maar we zijn er weer vandaag, waar waren het gisteren gezellig hè. Ach, tot in de late uurtjes zijn we hier geweest. Met die zandhazen en boering. Maar vandaag hebben we weer andere mensen. En daar zijn mensen uit oftewel de Knoerissen. Dus dat is hartstikke gezellig, als ze komen tenminste. Want ze hebben een uitnodiging gehad, dus... Hoort wie klopt dat, kinder? Ach, hallo! Hey, dat is meneer Willem, hè? Ja, dat we bekend wordt, hè? En dat is prins... Porcelles, de 47ste. De 47ste al, maar... En ook een bekend gezicht. Ja, ik ben zeker wel. Alles goed met jullie, of... Ja, goed, hè? Ja? Heel goed. Jullie wilt zeker een pilsje, want je ziet er een beetje, jongen, uitgedreugd uit. Ziet er een beetje, hè? Zijn we een beetje gewend de laatste week. Ik heb sinds nou een week heb ik leren tappen, ongeveer dan, zeg maar. Het is een beetje, ongeveer. Ja, het is een beetje skoilijk, maar... Ja, hebben in de baas, ja, maakt ook niet uit. Je drinkt het maar gewoon op, hè. Dankjewel. Zo wist hij, er zit alcohol in, dus... Zeg, van wie ben jij er eigenlijk in, hè? Wie zijn jouw vader en moeder, zeg maar? Mijn moeder is Riek van Hoofd en mijn vader is Wim van Hoofd. Maar mijn vader die leeft helaas niet meer. Nee, maar was die wel een Uusse, zeg maar? Die waren echt een Uusse. Een echte Uusse. Ja. En waar woonden jullie vroeger? Mijn vader die kwam uit de Kerkstraat, midden in Uusse. En wij, naar de hand zijn wij, ik ben in de Bossebaan geboren en dan zijn we heel lang in de Groeneweg gaan wonen. De Groeneweg, en dan woont dus moeder nog. Oh, die woont daar nog steeds? Altijd. Oké, okay, maar u is natuurlijk wel veranderd in het loop van tijd, hè? Want er komt een winkel voor de alle dames, voor de, hè, de Skorne winkel, ik mag je namen noemen. Maar ook een heel groot warenhuis, dus het gaat allemaal op de schop, gaat eigenlijk in het centrum. De Kerkstraat die zal wel heel veel veranderen. Ja, dat is niks, maar goed. Maar in ieder geval, jullie hebt altijd in uw gewoontes gewend in een echte... Al 53 jaar woon ik er nu. Ja, daar zou ik niet. Ik zou zeggen, ik ga een jaar of 30 waard of zo. Maar... Valt ook iets van mensen. Ja, ja. Ja. Nee, dat is goed. Met wie woon jij samen of ben jij getrouwd? Of, ik woon samen met Anke. Met Anke. En heb ik kinderen? En ik heb twee zoons die wonen ook bij ons. Willem, die is 24 en Daan is 20. Oh nee, dat is geen andere Willem. Ja, dat is weer een andere Willem. Hij is wel net zo groot, maar... Ja, net zo groot, maar dat is ook een Willem. Ja. En wat vind jij nou gewoon voor hobby's eigenlijk, als prins zijnde? Als prins zijnde? Nee, als gewoon als... Ja, goed, maar ik moet nou prins zeggen. Je bent nou in een hoogheid in de jaren, hè? Dus, Ja, wat vind ik gewoon als hobby's? Voetballen. Ja, ik voetbal zelf niet meer, maar alles wat er bij de club gebeurt... Blauw-geel of was dat ook alweer? Nee, dat is... mond is. Oh, ja, wacht even. Nee, dat kan ik niet maken. Nee, bij Udi of zo dan, denk ik? Udi, ik doe er van alles bij Udi erbij nog. Bij in commissie zitten en zo. En een beetje helpen met van alle andere dingen. Ik ga heel graag fietsen. Oh, en dan mountainfietsen of wielrenfietsen? Op de weg. Gewoon fietsen? Gewoon. Niet hard, maar wel wijd. Niet hard, maar wel wijd. Ja. Dat zou een Skorne logo of spreuk zijn eigenlijk. Niet hard, maar wel wijd. Maar wat is jouw spreuk dit jaar? Mijn spreuk is Lot waar gezien. Lot waar gezien. En dat hebben wij al gedaan. Ja, maar waarom hebben die spreuk gekozen met Lotto wij gezien? Is daar iets met jouw werk te maken of zo? Nee. Die krijgt hij gewoon mee vanuit de Knoers. Ik dacht dat hij dat zelf... Want sommige prinsen doen het ook zelf verzinnen. Nu hebben wij vanaf november een nieuw motto. Ja. Met het soirée, wordt dat bekendgemaakt. En dat zijn die palen die... ik denk, wat doen die mensen toch dan met die palen eigenlijk? Ja, maar dat is... Dan brengen wij het motto naar de mensen en dan zoeken wij een prins bij. Zo moet ik Dus de motto, dat hoort bij de prins. Ja, maar het is niet op de prins geuit. Dus wij laten nou aan onze prins u zien. Ja. Of hij laat het carnaval ons zien, net hoe dat je bekijkt. Ja, ben jij een carnavalvierder eigenlijk? Ik ben een echte carnavalvierder. Ja, het is niet toeval, denk ik, nou weer zo. Het is niet toevallig, nee. Nee, maar jullie bent er ook erg content mee, zeg maar. Het is net gebeurd, hè. Het is nog niet zo heel lang geleden. Even kijken, een week of twee, anderhalf. Ja, twee. Ja, zoiets. Twee weken geleden. Nou. Ja. Maar we hebben echt een topprins gekregen weer, hè. En was het gezellig? Was het spannend, trouwens, door de opening? Het was spannend, maar het was ook heel spectaculair, dus het was heel mooi. Ja, hoe ben jij tevoorschijn gekomen? Ook getoverd of vanuit de lucht? Ik ben uit de kast gekomen, zeg maar.
Ja. We hebben een primeur, dames en heren. De prins van Uje is uit de kaas gekomen. Ja. Nee, dat is onzin natuurlijk. Maar hoe is dat gebeurd dan uit die kaas? Ja, nou, de hele zaal werd in donker gezet, in een spot. Er werden, hoe moet ik dat zeggen, tips gegeven op een scherm. En daaruit konden de mensen dus gissen wie het was, maar dat lukte ze niet, schijnbaar. En nee. Toen gingen ze aftellen van 11 naar 0 en toen ben ik... En huppakee. Uit een soort kast gekomen. Ja, en, want het is echt elk jaar, daar hebben we hier in Dikke Vee is er ook veel over gesproken wie de prins van Uje zou worden. En ze dachten ook prins Tini de Nuurste, dachten ze, Verhoeven. Ja. Maar die zei al van ik moet op tijd de weg, Toosje City, want ik word dadelijk onthuld, zeg maar. Dat ga je nou al zeggen. Maar dat waren ze helemaal niet worden. Dus jij bent dus eigenlijk, maar is daar nog steeds... iedereen dat graag wil weten. Ja, een van de belangrijkste geheimen die de Knoerers elk jaar hebben, of eigenlijk een heel uur, wie wordt de prins? Ik heb altijd namen van die zal het worden, die zal het wel worden. Ja. En ik heb Lammy zijn naam niet gehoord. Andere jaren wel. Maar jij wist het wel natuurlijk. Ik wist het wel. Ja. En dat is het mooie als je van niemand de naam hoort. Ja, nee, precies. Ik ga even naar jouw vriendin, want dat is natuurlijk ook wel leuk, want die willen we ook een beetje leren kennen. Vind jij het, ben je trots op hem? Kei trots. En jij wist het natuurlijk ook ver van te vuren. Ja, 2 november wisten wij het. En is dat voor jou niet moeilijk om dan zeg maar om je mond dicht te houden? Nee, dat was echt keileuk. Dat was het leukste van eigenlijk tot nog toe om het geheim te houden. Maar hoe ging dat dan? Hadden mensen jouw vriend zijn naam al horen roepen of niet? Ja, er waren wel een aantal die Lammy zeiden, maar andere jaren was het meer. Nu ging er meer Dick van Zutphen en mensen die ik niet ken. Mensen die jullie kennen. Komt die uit Uje of niet? Nee, eigenlijk niet. Waar kom jij vandaan dan? Boekel. Uit Boekel. Nou ja, dat is toch ook niet zo heel erg ver weg. Dat ligt net achter Volkel, zeg maar, hè, toch? Ja. En wat doe jij in het dagelijks leven? Ik werk bij de prins. Ja, wat doet de prins? Dat ben ik eigenlijk vergeten. Wat doe hij dan? De post rondbrengen in de auto. Oh ja, de post rondbrengen. Ja, de post. Ik denk, waar ken ik die mens van? Maar, en hij gaat zeg maar van deur tot deur elke dag. Ja. En dat doe jij ook? Wij sorteren de post voor de postbezorgers. Oké, nou dat is ook, en dat is ook wel ingewikkeld, denk ik. Van de postzegels bij de postzegels, de gedrukte post bij de gedrukte post. Weet ik dat allemaal, hè? Ja, ik snap. Je komt nou bekend voor, ja. Ja, ik heb ook eens... Nog niet grijs. Ja, nee, toen waren ik nog niet grijs. Ik heb ook eens een paar weken door mogen... Maar is het leuk werk, of niet? Blijf leuk werk. Het is de mooiste baan die er is. Postboy. Ken jij nou ook heel Uje eigenlijk? Want als postboy, dan moet je toch wel... Nou, ik ben nogal nijsgierig zelf, dus ik ken heel Uje. Gij kent bij ons werken er genoeg, die kennen niks en ik ken heel Uje. En jij weet ook precies als ik zeg van wat tante Annie woont, dan weet jij bijvoorbeeld. Ja. Waar woont die dan, tante Annie? Tante Annie die woont op Stoffels. Op Stoffels, ja, klopt. Ja, klopt. Nou, ja. Dat wist ik wel. Het nummerke zullen we niet zeggen, hè? Nee, doe maar niet. Kries veel te veel. Ja, dat krijg je de herde dan nog. Als jij een dag zou willen ruilen, Lammy... met iemand of bijvoorbeeld met de koningin of met president of met weet ik wie. Wie zou je dan willen zijn en waarom zou je dan willen doen? Nou ja, daar moet ik toch wel heel lang over nadenken, maar ik wil eigenlijk liefst met mijn eigen blijven en met niemand ruilen. Laat het maar zoals het is. Dus jij bent tevreden met jou? Ja, dat in ieder geval. Dus ik ruil maar met niemand. Nee, jij blijft ook voor het hele leven postboy? Ja, als hij erin zit wel. Ja, want het schijnt wel moeilijk te zijn, hè, voor bij de post. Hè? Ja. Ja, het is niet alleen bij de post natuurlijk. Maar nee, maar het is overal. Maar nou is het ook allemaal voor het e-mail en zo. Dat je allemaal voor dat konden vroeger Het wordt in ieder geval niet meer, de post. Nee. Maar ja, ik was toch wel van plan om... om het netjes af te maken. Af te maken. Ja, nou goed, dat moet nog heel veel En hoe lang, dat maakt dan niks uit. Nee. Maar in ieder geval nergens anders. Nee. Ik heb begrepen dat jij met een caravan weggegaan bent. Ja, dat doe ik al heel lang. Ja, maar dit was een keer dat jij met 2 caravans weg. Ja, ga je niet natuurlijk met 2 caravans tegelijk, maar er was iemand bij jou. Wie was er bij jou? Ja, dat was Wim Verkuik. Niet Willem Verkuik, maar dat was Wim Verkuik. Dat is de neef. Neef van Willem. Van het is allemaal veel te ingewikkeld, jongens. Maar nee, de neef, dat is niet moeilijk. Die was met jou mee op vakantie. Ja, en... En toen? Je ging de caravan in en... Reed altijd de route, zeg maar. Die wist overal de weg. Maar ja, die had ook wel eens ooit dat je een keer een afslag miste of zo. Maar ik liet hem nooit op verder als een meter liet ik hem niet los. Want ik was veel te bang dat ik hem kwijtraakte. Nou, op een gegeven moment zijn we dus een afslag genomen. En toen kwamen we op een winkelerf terecht. Oh.
En daar konden we ook niet meer draaien, dus daar, hebben we, daar moeten wij je voorstellen dat je bij Mikkers aan de koffie zit. Ja. En dat er twee even keer... Wacht, ik stel me nou voor dat ik bij Mikkers aan de koffie zit, zo ja. Ja. En dan met Tante Grada, schot, weet die ja. Er van de week ook door is? Nee, dat weet ik niet, Tante Grada. Nou, en dan? En dan zei ik, goh, kijk door, er komt toch een gekke Hollander aan met zijn caravan. En dan komt er lijst. Nog in de achteraan ook nog. Zo is dat gegaan. En hadden geen bekeuring gehad toen? Nee, we hebben niemand zien. We zijn er ook weer uitgekomen. We weten zelf niet hoe, maar... Moesten loskoppelen zeker. En dan, met het waren in ieder geval een en al marmer waar we overin zijn gereden. Maar we zijn er toch weer uitgekomen. Dus, nou, gelukkig. Zo'n caravan en wij. Gelukkig maar weer, hè. Zeg, was nou leuk aan carnaval vieren in Uje? Wat vind jij leuk? Wat vind je het leukste wat er ooit gebeurt dan, zeg maar, tijdens de carnaval? Is dat bijvoorbeeld die In Camerina optreden of zo, van vorig jaar? En de nasibal? Nou, we hebben gelachen, zeg. Ach, 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 ach. Dat die mensen met die nasibal, dat was toch fantastisch, hè? Ja, dat was ook een fantastisch evenement, ja. Maar ja, ik vind ze veel mooi met de carnaval nu. Ja, maar als je één ding mag kiezen, wat zou je dan echt mee willen maken? Ja, je moet dadelijk alles meemaken als prins nou, maar ik bedoel... Ja, de baggermert, dat is toch wel... Ja, het is maar niks smerigs, is dat toch? Ja, de hele maandag is dat. De hele maandag. Ja, ja, ik dacht alleen smerigs. Oh, dat is de hele tot maandag. Tot een uur vijf, kun je dat wel doen. Dat is een fantastisch evenement. Daar wil iedereen eigenlijk wel zijn, dat blijkt wel, want het is altijd even druk. Ja, en jong gezellig. En oud en gezellig. Ja. We gaan even ons spelletje spelen. Dat lijkt me wel skorn. Dan moet ik even een beetje ruimte maken, meneer Willem. Sorry. Even met jou, even met jouw biertje aan de kant. Want het is er weer tijd voor, dames en heren. Dus 3, 2, 1, ja. Oeh, terug. Rustig, wel rustig, lief. Want rustig. Meestal gaat het dan. Zal ik mijn verval zo? Nee, die zit liever los. Dat vind ik hè? Ja, het gaat allemaal van jullie. Kijk dan. Kom op. Gewoon rustig blijven. Ja, ik denk niet dat het iets wordt, maar ja, je weet nog. Gewoon rustig blijven. Dat is echt een... Zullen we dus een lied zingen? Een, ja, daarom. Dat is dat maar. Dat is het probleem. Ah. Hè? Ik denk dat we iets gehoord aan de gelukkig niet zet. Gewoon rustig blijven. Oh, ik meen ik nog wel bibber anders. Oh, dat is wel hebben we nog even? Ja, we hebben nog. Voor de van televisie, hè? Ja, we kunnen knippen, hè? Ja, maar dat doen we niet, maar dat kan wel. Ja, je kunt nog knippen, dus dat wordt sowieso korter wel. Ja. Nou, vechten is ook niet geweest, dus... Je kunt altijd je anders vragen, hè? Ja, ik kan het ook niet hoor, dus wat dat betreft... Moet ik ter per se, mag Willem dan niet op Dree? Nee, daar moet de prins. Adjudant is er ook niet. Adjudant die in zo'n valse hand tikt naar de vrouw. Ja, en de tijd is helaas. Ja, het is ook heel niet erg normaal. Moeilijk. Dus, zo snel. Wat dat betreft is het niet echt makkelijk. Ja, Willem, want het is, zou jij het beter kunnen, denk jij? Ik ben er niet zo goed in, denk ik. Nee, ik denk, nee, daarom. Dat had je dan maar doen, want had je dan weer vast hand. De vaste hand van de prins, hè? We gaan even verder, want als je nou een jaar, hè? Stel dat je een jaar geen post hoefde te bezorgen, dat je gewoon een slaas krijgt en alles, maar je een jaar gewoon even lekker rusten. Waar zou jij in een jaar dan gaan doen? Ik denk de fiets valt aan, heel wijd weg fietsen. En dan ook terugkomen. Ja, terugkomen. Ja, dan moet je weer post rondbrengen. Ja, is wel heel lang, maar in ieder geval vul de fietsvatten, laat ik het zo zeggen. Vul de fietsvatten. Ja, dus vul de fietsvatten. Dat is ook echt jouw passie dan, hè? Ja, nee, ik fietsier, dus... En hij had ook ooit meegedaan met wedstrijden of tegen heel ver weg moest fietstochten of nou, de trap in bijvoorbeeld. 50. Ik ben twee jaar geleden met twee vrienden, met Wim van Kuijk en Bart Verlanen naar Santiago de Compostela gefietst in Noord-Spanje. Maar niet in een dag, neem ik aan, hè? Nee, dat ging net nee, niet. Dat hebben we geprobeerd, maar dat ging net dan moet niet. Je wel heel hard fietsen, hè? Ja, 2600 kilometer is hebben we gefietst in 4 weken, zeg maar. In 4... Oh. En dat is heel leuk om te doen. Misschien dat nog wel ooit gebeurt, maar... Ja, nou goed, dat kan altijd nog gebeuren. Goed, we moeten bijna afsluiten. Hebben jullie nog leuke dingen in Uje waar mensen naartoe kunnen gaan? Waar is nou keileuk om met de carnaval te zijn? Bij die nasibal nou, waar nu is sinds vorig jaar eigenlijk is Concert de Mert, vrijdag voor de carnaval.
Dan doen heel veel blaaskapellen mee met de harmonie. De harmonie organiseert het eigenlijk, de concerten te Mert. Om dan met heel veel man een lekker concert te geven, veel te blazen. Dan komt de prins ook openen na de sleuteloverdracht in het gemeentehuis. En natuurlijk zondags de optocht. En de optocht. Als we net zo weer hebben als vorig jaar, nou, dan is het geweldig. Dan kan er goed 10.000 man langs de kant staan. En al houden niet van carnaval, wilden niet de kiel aan doen, dan komen we in ieder geval extra. Maar jullie gaan ook altijd naar de bejaarden en zo allemaal, hè? Ja, ja. We gaan dat naar bejaarden, gehandicapten, kinderen, van jong en oud, gehandicapt, alles. Ja. En dan de op volle knoer is dat ook weer de jaar? Op volle knoer is zondagavond. Is dat ook weer in die tent? Dus er komt weer een grote tent staan op de markt. Ja. Kan ik weer met een auto niet kwijt. Ja, ja, dat is wat met dat schatje ook. Daar moeten de fietsvatten. Ja, daarom moeten de fietsvatten. Ja. Vrijdag, ja, zaterdag en zondagavond is de tent open. Ja. En dan is er alle drie de avond een geweldig feest. Welk evenement er ook is. Er is nu wel carnaval op de markt en u. En dat is wat we graag willen. Ja. Kijk, en jullie gaat het lekker met z'n allen. Alle mensen die hiermee gaan het lekker vieren. Ja. En dat komt helemaal goed. Goed, wij blijven hier nog even gezellig waar buurt en wat drinken. We gaan er daar even uit met het Uijes liedje. Hè? Ja. Hartstikke fijn, dan ga ik even naar de mensen thuis. Morgen, dan zijn we er weer. En dan zijn de paplippels zijn dan hier. En dat heeft dan niks te maken met pap eten, maar wel met Kelly. Ik zou zeggen, tot morgen. En je weet het, houd toe glufke maar nat. Houdoe!